En het finale weekend is begonnen. We gaan erop vooruitblikken. Richard, heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. En wat ik zo belangrijk vind is dat ik met professionele mensen werk en dat je professioneel bent. Kijk, en ik heb mijn eigen plopkapje bij me. En jij zit weer merkloos. Oké. Okay. Weet je wat? Doe jij dan ook het interview? Wat dacht je daarvan? Hier, wordt nog aan me gegooid. Het finale weekend is begonnen. Richard, ja, heb jij er zin in? Als je dat ding toch hebt, ruim dan even hiervoor goed. Ruim wel even. Staat hij goed nu, jongens? Dan gaan we ook die PR niet meer doen. Richard, we gaan het gewoon over de eerste wedstrijd hebben. Een ongelooflijk mooie dubbel. Nederlands tintje, Robin Haase, Middelkoop tegen Mahu en Martin. Frankrijk tegen Nederland. Ja, ja, vooral fantastisch natuurlijk voor Robin en Matwee. Die hebben van de eerste plaats gewonnen. En vandaag van het Belgische team. Dat was eigenlijk even iets moeilijker zelfs voor mijn gevoel. Maar het is altijd na een mooi succes. Als je dan van de nummer 1 van de wereld. Dat je dan toch de volgende dag terugkomt. En gewoon toch maar even weer wint. Van, dat je opeens weer favoriet. Jammer dat we geen singelaars meer in het toernooi hebben. Maar het dubbeltintje, of het Nederlands tintje zit toch wel in de dubbel. Dus dat is erg fijn. Laten we hopen dat ze ook gewoon die finale gaan halen. Zeker. Dan gaan we door naar Jiří Lehecka. Eigenlijk wel toch wel de grote verrassing van het toernooi. Die speelt tegen Tsitsipas. Ja. Heeft hij kans? Ja, is moeilijk te zeggen. Kijk, hij heeft iedere wedstrijd toch een beetje moeilijk gehad. Eerste ronde staat hij 6-5 achter tegen Jesper de Jong 0-40. 3 setpoints tegen, wint die wedstrijd. Tweede ronde weet ik niet. Maar dan het hoofdtoernooi heeft hij ook iedere wedstrijd moeten knokken. Tegen Botik gisteren. Ja, 6-1 was kansloos, dus ging weg. Dit wordt 2 keer 6-1 en wint die wedstrijd. Vandaag ook op het nippertje. Dus ja, voor de wedstrijd zeg je nee. En misschien dat je tijdens de wedstrijd zelfs ziet van dat Tsitsipas eerst set wint. Maar ja, deze jongen geeft zich niet gewonnen. En het is wel op een ongelooflijke flow zit hij. Ja. Hij gaat voor het eerst de top 100 in. Ja. En ja, wie weet wat hij nog kan doen. Maar ik moet zeggen hoe Tsitsipas vandaag speelde. Heel erg goed was hij. Echt indrukwekkend, sowieso. En ten opzichte van een paar dagen geleden is eerste ronde echt 2 niveaus beter. En ik ben toch ook wel benieuwd hoe het publiek gaat reageren. Want Tsitsipas is natuurlijk de publiekslieveling. Maar Lehecka heeft wel echt de gunfactor. Dat merkt hij ook vandaag in het stadion. Hè? Ja, ze gunnen het om een leuke wedstrijd tegen Tsitsipas te spelen. Maar ik denk wel dat ze gewoon toch voor Tsitsipas zullen zijn. Ja. Nou, ik moet ook zeggen dat met die plopkap jouw antwoorden als toernooidirecteur enorm erop vooruit gaan. Dus dat is fijn. Ik probeer. Jij zat gisteren zo te klagen over van alles. En, dus ik denk van, ik probeer wat serieuzer te zijn. We're moving up in the world. We gaan door naar de eerste avondpartij. Daar kunnen we best wel weinig over zeggen nog. Want er wordt nu net hier gespeeld. Dat is kunnen we er al iets over zeggen? 2 punten gespeeld. Niks over zeggen. Nee, maar ik denk Felix, wel favoriet, staat voor. 2 punten voor. Ja. En hij serveert goed. Want dat is het enige waar ik even over twijfel. Ik zag hem trainen vandaag. En alles was goed. Maar zijn service hield hij echt een beetje in. En ik begreep dat hij een beetje last had van zijn rug. Maar je bewaart, zou ik maar zeggen, het extra goede opwarmen. En de wedstrijd begint. En misschien wil hij gewoon even wat rustiger aan doen met de training. Dus ik dacht eigenlijk dat zijn rug stijf zou zijn. Maar daar zie ik nu even niks van. Dus we gaan het zien. 1 ding weet je van Cameron Norrie. Die gaat door tot het allerlaatste punt. Hè? Ja, die moeten daar ook van hebben. Dat is natuurlijk een behoorlijk goede speler. Maar vooral iemand die blijft inderdaad gewoon zijn spel spelen. En heeft zo in New Wales gewonnen. Een 1000 toernooi. Gewoon taaie speler. Weet je wel, hij mist niks. Maar normaal gesproken moet Felix deze wedstrijd gewoon winnen. En de baan speelt iedere dag ook sneller. Dus het aanvallende spel wordt steeds meer beloond voor mijn gevoel. Ja. Dus ik denk dat het zou mooi zijn hoe goed Norwich is als Felix toch in de halve komt. En dan wordt er later vanavond een hele bijzondere wedstrijd gespeeld. Namelijk de finale eigenlijk van vorig jaar. Vukcevic tegen Rublev. Daar nog een voorspelling over? Of een voorkeur? Moet de kampioen van vorig jaar winnen? Ja, dan weet ik niet. Alleen, het is wel leuk als de top 10 speler wint. En dat is de winnaar van vorig jaar. Dus Rublev staat gewoon heel goed te spelen. En ik denk dat, vanuitgaande dat Felix wint, dat Rublev tegen Felix wel een hele gave pot kan worden. Absoluut. Dan morgen de halve finale. Maar we gaan het zien. De beste wint gewoon. En je weet niet wie dat gaat worden. Tot nu toe Rublev in een moordvorm, hè? Ja, hij heeft eigenlijk maanden niet echt lekker gespeeld. Nee. Maar hij is weer terug waar hij moet zijn. En ik denk dat hij zich op zijn gemak gaat voelen. Hij heeft vorig jaar natuurlijk het hele toernooi gewonnen zonder publiek. En vanavond wordt hij weer zonder publiek. Dus hij is niet te stoppen. Hij is niet te stoppen. Tot slot ook echt heel leuk spelen. Geweldig. Wesley Kolff en Niels Kupski. Die spelen tegen Lloyd Harris en Tim Poets.
Ja, nou, daar kan ik weinig over zeggen. Alleen ja, die Wesley natuurlijk een hele goede dubbelaar. En ja, goed bezig ook. Mooi als zij het voor elkaar krijgen om ook in de finale te komen. En ja, Lloyd Harris is gewoon een goede tennisser. Ook in de singles speelt hij natuurlijk goed. Dus dat is altijd gevaarlijk. Maar ja, als we Robin Matvei tegen Wesley hebben... Dat zou toch geweldig zijn. Ja, dat is echt heel, heel mooi. En als ik zie hoe Talon en Botik... ja, spelen eigenlijk, dan denk ik dat we de komende jaren echt steeds meer kunnen gaan denken van hey, misschien wordt de winnaarsring wordt er een Nederlander toegevoegd. Wishful thinking? Nee, vind ik niet. Maar ja, je hoopt het wel, maar nee, het is misschien wel een beetje realistisch thinking als zij zichzelf zo blijven verbeteren. Ik hoop het in ieder geval enorm. Ja. We hebben een fantastisch finale weekend voor de boeg. Heel veel zin in en ik hoop dat u komt kijken. Dankjewel.